De Rank in Soest. Daar vindt het plaats. De slotdag van de Koren Driedaagse, zoals het voorheen heette. Het Choir Load Koren Zangfestijn 2024. Nu heet het Choir Load. Waarom? Ja, wij wilden het publiek trakteren op een overdosis aan koormuziek. En ja, overdosis in het Engels is overload. En waarom maken we er dan niet Choir Load van? Ja, je kon er niet een oud Soesters woord voor vinden. Nee, we hebben gezocht, maar nee. Nee. Maar goed, het heet nu Choir Load, ook wel bekend voorheen als de Koren Driedaagse. Ja. De twee dagen zitten erop. Hoe zijn die verlopen, de vrijdag en zaterdag? Het was een feestje. De vrijdagavond waren een aantal koren, eigenlijk allemaal koren uit Soest. We hadden P-Vokaal van de muziekvereniging PVO, we hadden Joyful, het popkoor, en we hadden S Klein, dus een koor wat bestaat uit 10, 12 leden ongeveer. Heel afwisselend repertoire, die echt een fantastische avond hebben neergezet onder leiding van Isabel de Haas, ja, die een aantal jaar geleden de Voice van Soest gewonnen heeft. Ja, natuurlijk. Maar ja, wij zijn van Eemland, de streekomroep. Mm-hmm. Er zat ook een illegaal koor tussen, hè? Nou, hoezo illegaal? Barem. Wij kijken graag over de gemeentegrenzen heen. Ja. We hadden gisteravond, hadden we inderdaad voor het eerst een koor uit Barem erbij, vrouwenkoor Uniek. Onder leiding van Kees de Bruin. En die zongen samen met Zingen voor je leven, Koor Soest. En Chorus Line, dus het andere popkoor uit Soest. En ook die hebben weer een hele gevarieerde avond gemaakt onder leiding van Jasmine Ann. Jasmine Ann Hendrix, ook een zangeres uit Soest, ja, die een eigen zangstudio heeft. En die had een kidsgroep van haar ook toegevoegd in het programma. Ah, oh, leuk. Dus voor de afwisseling. Koor uit Baren, kan dat betekenen dat in de toekomst de Choir Load wat meer over de grenzen gaat. Misschien zelfs Bunschoten-Spakenburg werken. We hebben lichte goede ambities, zeker. Ja. Vanmiddag zijn wij op de, ik sprak jou even, jij zei het eigenlijk, de meezingmiddag, hè? De meezingmiddag of de sing-along Sunday, hoe je het noemen wil. En vandaag is de beurt aan de levensliedkoren. Ja. Dus we hebben vandaag de Emerminnen, waar ik zelf voor mag staan. We hebben het knollenkoor van Mannenkoor Apollo uit Soest. En we hebben de Eemlandvaarders, dat is een koor wat ooit is opgericht door Rotary Soest Baren. Dus eigenlijk ook wel een half Barenscore. Ja, zij repeteren ook in Baren. Vandaag worden alle teksten geprojecteerd op de muur, dus de hele zaal mag meezingen en kan mee. Dat zie ik wel eens bij knollen, gewoon luidkeels mee, hè? Ik zing wel mee, ja. Ja. Dat,
Hoe vaak treden jullie eigenlijk op in Soest? Want ik zie jullie te pas en onpas. Ik kan het niet meer tellen. Dat is echt, we treden heel veel op. Ja. Gelukkig wel. En daar doe je tenslotte voor. Precies. En dan deze slotdag van Choirload. Dat is natuurlijk wel de middag van de meezingers, hè? Ja, dat is een ding wat zeker is. We hebben er één lekker swingnummer bij, waar mensen misschien niet mee kunnen zingen, maar dat is wel een lekker nummer ook voor iedereen. Er zitten wel een paar stukjes in die wel lekker bekend zijn. Dus. Nu is jullie repertoire breed. Komt er steeds wat nieuws bij? Er komt regelmatig wat nieuws bij. We gaan ook steeds meer naar de wat modernere nummers toe. Dingen van Gerard Joling, René Schuurmans, dat soort dingen. Ook vanmiddag hebben we er daar een aantal van. Dus. Naast mij Rosemin Paars, we gaan weer van jou, niet van je stemgeluid genieten. Nee, nou ja, ik zing natuurlijk wel mee om een beetje wat dingen aan te geven. En die liedjes zijn gewoon te leuk, dus ik kan mezelf niet stoppen. Maar ik dirigeer de Eenmansvaarders. De Eenmansvaarders, dus een mannenclub. Een mannenclub, een shanty koor uit Baren, Soest en omstreken. En unaniem akkoord dat ze een vrouwelijke dirigent kreeg? Ja, en dat werkt eigenlijk heel goed. Hiervoor hadden ze mannelijke dirigenten, ging ook heel goed. Ja. En ik zit er nu zo'n 6 jaar bij. Ja, nou heb ik jou regelmatig horen zingen, maar nog nooit, Jan. Nee. Hoe kom je daarop? Mijn oom Adrie, middelman, die was lid van het koor, is inmiddels overleden. Die vroeg aan mij, goh Roos, zou je niet eens willen kijken of het wat voor jou is? En toen zei ik, ja, maar ik ken die stukken helemaal niet en ik weet helemaal niet wat ik ermee moet, want ik zing eigenlijk alleen maar jazz. En toen zei hij, ja, maar kom dan 1 keer mee om te proberen. Nou, hij wist wel wat hij deed, want ik was meteen verkocht en ik blijk dus uit een soort muzikaal geheugen al die stukken wel te kennen. Wat leuk. Heb je er een jazzy tintje aan gegeven of dat toch maar nee, niet? Nee, helemaal niet. Nee, we zingen We'll Meet Again. Dat is natuurlijk het dichtst bij een jazz standard wat je komt. En we doen een Engelse medley, die doen we vandaag niet. Daar zitten ook wat jazzachtige stukken in. Ja. Maar het is echt vooral shanty en levensstijl.